Het is weer een nieuwe dag hier in Kleurstad en vandaag gaan we iets superleuks doen. We gaan namelijk mijn huis inrichten en ik ga een wedstrijdje doen tegen Giel. Ik heb namelijk in de vorige video Giel allemaal spulletjes gegeven, zodat hij ook zijn huis kan inrichten. En Giel, ben je al een beetje bezig met inrichten? Nee, nog niet. Oké, nou, ik ga wel nu beginnen. Giel, jij hebt bij 7 diamonds betaald voor al die spullen. Mm-hmm. Ik dacht, misschien kunnen we een wedstrijd doen. Wie het mooiste inricht, die krijgt 2 diamonds van de ander. Oké, is goed. En de kijkers bepalen. Dus het is... Okay, dus we gaan het zien. Dat wordt wel spannend. Ja, okay, precies. Nou, Mick, succes. Ik ga beginnen. Misschien kunnen we dan zo'n community poll maken. Dan kunnen ze daar via stemmen wie de mooiste heeft. Oh, dat is een heel erg goed idee, Mick. Ik ben het er helemaal mee eens. Oké, dus als jullie uiteindelijk stemmen, dan wie de meeste stemmen heeft, die wint. Hoppakee. Even kijken. Nou, Giel, succes, hè? Yo, jij ook. Doei. Oké, nou, ik ga nog even wat spullen halen in de winkel. Want ik ga mijn huis wel goed inrichten. En op dit moment heb ik nog alleen de keukenspullen en ook nog van de noob te spullen. Dus ik ga even naar de meubelwinkel van mij en de pro natuurlijk. Want ik heb daar nog wat spulletjes liggen die ik natuurlijk in mijn inrichting van mijn huis wil hebben. Dus laten we even hier even alle spullen erin gooien die ik sowieso niet wil hebben. Dat zijn deze spullen. En ik wil trouwens deze spullen wil ik wel allemaal hebben. Even kijken. Oh, ik had hier ook al heel veel keukenspullen voor mezelf, zie ik nu. Wat heb ik veel keukenspullen trouwens. Dit kan ik natuurlijk hebben. Ik wil de bank natuurlijk hebben. Zo, hopsakee. Ik wil natuurlijk dit hebben. Eens even kijken. Wat heb ik nog meer allemaal nodig? Ik heb dit wel nodig. Oh, en ik heb Giel trouwens al die dingen gegeven voor de ramen. Dus nu heb ik er zelf bijna geen meer. Maar volgens mij zijn ze wel heel makkelijk te maken. Maar ik weet even niet hoe. En de pro is de enige die dat weet. Oh, dat is wel heel jammer. Even kijken. Dit heb ik. Dat vind ik eigenlijk wel dat ik op dit moment genoeg heb. Pad heb ik nog best veel. Ik kan nog even wat lampen meenemen. En dan gaan we even alvast beginnen met inrichten. Dan doen we dit even zo. Hopsakee. En laten we dan beginnen met inrichten. Hoppakee. Nou, dan gaan we snel naar mijn huisje toe. En ik heb ook eten nodig. Trouwens, weet je wat ik ook even in die chest ga leggen? Dat is wel net zo aardig. Want ik had dus in de vorige video al die spullen verkocht aan Giel voor 7 diamonds. En ik ga deze 7 diamonds even in de chest leggen. Zodat de pro-speler ook al zien dat ik al wat heb verkocht. Ja, want het is natuurlijk de winkel van mij en de pro. Dus we delen ook de winst natuurlijk. Eens even kijken. Dit is wel nice. Ik heb ook echt enorm honger. Maar dat kan ik dadelijk allemaal doen in mijn nieuwe keuken. Oké, laat ik naar mijn huisje toe gaan. En laten we gaan beginnen met inrichten. Ik ben heel benieuwd hoe mooi ik het kan gaan inrichten. Ik denk sowieso dat die bank wel echt super vet wordt. Ik wil een hele grote bank doen. En ik moet misschien ook even wat meer ruimte creëren. Want ja, zoals je ziet, ik heb vrij weinig ruimte. Eens even kijken wat we gaan doen. Eerst eens even wat eten pakken. Oh, ik heb hier ook nog 4 banken, zie ik. Heb ik iets van eten? Ja hoor, ik heb lekkere steaky. Let's go. Hoppakee. En dan gaan we nu beginnen met inrichten. Als eerste gaan we even al die ovens wegdoen. Want die vind ik gewoon lelijk. Hoppakee. Alle ovens weg. Zo, hoppakee. En laten we dit ook even wegdoen. Kijk eens aan. En die chest wil ik ook wegdoen. Maar dan gaan echt al die spullen overal nergens. Dus, kijk, ik vond dit een mooie plek voor mijn keuken namelijk. Oké, maar we gaan beginnen met buiten. En buiten gaan we even aanpassen. Want ik wil namelijk gele dingen in plaats van wat ik nu heb. Wacht, wat is dit? Dit is yellow pig. Hè? Waarom? Wat is dit? Dit moet toch tegen... Hè? Ik snap het niet. Dit moet... Wat gebeurt hier? Hè? Waarom werkt het niet? En als ik dan dit doe? Nee. Nee. En als ik dan dit doe, dan werkt het wel. En dan... ik weet niet waarom dit niet werkt. Dat is een beetje gek. Mijn meubels, die buggen blijkbaar. Dat is wel een beetje jammer. Eens even kijken. De brievenbus, die vind ik nog wel oké. Weet je wat? Dan doen we gewoon 2 keer een deurtje in plaats van dit. Zo, hoppakee. Eigenlijk vind ik dat ook best wel nice. En dan kan je ook nog eens binnenkomen als je wilt. Zo, hoppakee. Gewoon een beetje extra geel. Alleen, we doen wel zo, want anders wordt het iets... too much. Misschien zelfs eentje gewoon. Misschien doe ik gewoon zelfs... Ik doe gewoon dit. Ik kan helaas niet dit verbinden. Dat was het meest nice geweest. Waarom werkt het nou niet nice? Oké, dan doen we het wel gewoon zo. Hoppakee. Kijk eens aan. Zo. En dan doen we op deze manier... doen we... nee, dat gaan we niet doen. We doen gewoon dit. Oké, laten we dan nu naar binnen gaan. En laat ik dan de bank maken. En ik dacht, het is leuk om de bank hier mooi bij het raam te doen. Kijk eens aan. Of willen we het juist niet bij het raam? Ik heb een idee.
Ik heb een idee. Ik ga het namelijk gewoon een beetje inrichten zoals ik thuis ook heb. Gewoon in mijn echte huis. Dat vind ik wel leuk eigenlijk. En in mijn echte huis heb ik bij het raam, heb ik zeg maar... Oeh, heb ik zeg maar dit. Zo. Hoppakee. En dan heb ik hier zeg maar een soort van... ja, een soort van iets moois. Zo. Hoppakee. En oeh, nu is het wel heel erg donker gelijk. Maar we hebben de lanterns natuurlijk. Dus die kan ik zo mooi... Boom. Kijk eens aan. En dan in mijn echte huis gaat hier dan een hoek zeg maar. Zo. Een kleine hoek wel. Niet zo'n grote hoek. Kijk eens aan. Dan hebben we hier een soort van chillruimte. En dan wil ik hier uiteindelijk de chest gaan doen. Maar die chest zit echt bomvol. Wacht. Ik ga het gewoon doen. Zo. Hoppakee. En dan gaan we hier een chest doen. Zo. En dan gaan we hier even al die spullen weer inleggen. Behalve de meubelspullen dan. Oh, wat zijn het ook veel spullen. Zo, 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 zo. Hoppakee. Want die chest, die gaan we zo tegen de banken zetten. En oprecht, dat heb ik ook in mijn huis waar ik nu in woon. Dus dat is wel grappig. Ik besef me nu ook trouwens dat we natuurlijk een yellow carpet wel een beetje willen hebben hier. Oh, om het natuurlijk iets meer geelachtig te maken. Ga ik gewoon zo. Ik ga het gewoon denk ik een beetje zo verspreiden. Zo, 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 zo. Is dat een beetje leuk? Ja, dat is wel leuk. Dat brengt wel sfeer ook. Oké, hoppakee. Dan kunnen we dit ook even eruit pakken. Ik ga hem deze ook gewoon breken. Hoppa. En dan kunnen we het weer hier allemaal inleggen. Hoppakee. Allemaal in deze chest. Zoveel spullen. Niet normaal. Hoppakee. Ik moet wel die chest hebben, zodat ik er weer nog een kan neerzetten. Geef mij nog een chest. Kom op. Dankjewel, dankjewel. Hoppakee. En dan doen we zo. Hoppakee. En dan hebben we hier nu een volle chest. Dan kunnen we die ook weer vol met spullen leggen. En kijk eens aan. Dan hebben we de chest een mooi verplaatst. Daar ben ik blij mee. Dat was echt, even jammer dat we dat moesten doen. Maar het is gelukt. Zo, hoppakee. En alle spullen zitten volgens mij ook erin. Nu, jazeker. Kijk, dan hebben we nu dit. En wat ik nu in mijn echte kamer heb, is hier zeg maar de tv. Alleen... Hoe gaan we een tv doen? Ik denk dat ik dat niet ga doen, want het is nogal klein. En ik zou hier in mijn echte huis zeg maar de keuken uiteindelijk hebben. Maar ja, daar heb ik nu geen ruimte voor. Dus ik denk dat ik hier gewoon de keuken ga doen. Dus dan doen we zo. Hoppakee. Hier doen we de mooie, geweldige koelkast. Kijk eens aan. En dan gaan we hier een yellow kitchen. Want Giel die wou geen gele. Of geen paarse. Maar ik heb natuurlijk wel een hele mooie gele keuken. Hoppakee. En doen we hier ook. Hoppakee. En dan doen we nog een normale. Zo. Hoppakee. Kijk eens aan. Misschien is het iets te lang trouwens. Ik denk dat ik hem één minder lang maak. Gewoon zo. Ik heb niet zo'n grote keuken nodig, joh. Zo, kijk eens aan. En dan hebben we mijn mooie keukentje. Let's go. Het is jammer dat we geen schilderijen te koop hebben in onze meubelwinkel. Want dat zou ook wel echt nice zijn. Oké, wat ik ook nog even wil is wat lantaarns. Ik ga die even hier ook toevoegen. Ik vind dat wel nice hier zo boven de keuken. Kijk eens aan. Dat ziet er leuk uit. En ik denk dat ik hier nog eentje mooi in de lucht doe. Want ik denk dat ik hier nog een mini eettafel wil. Ik heb hier wel stoelen. En ik heb hier een desk. Dus ik kan hier misschien... Nee, trouwens. Ik moet even naar de meubelwinkel. Want ik wil even een goede... Ja, ik heb in de meubelwinkel heb ik nog iets staan. We hebben nog tafels staan. Dus laten we even naar de meubelwinkel toe rijden om er nog even tafel op te pikken. Oh, joh, ik crash hier mijn auto. Hoppakee. Let's go. En dan hier naar rechts. En dan kunnen we hier naar boven zo. En dan kan ik hier mooi de auto parkeren. Ja, heel mooi geparkeerd, Mick. Oké, hoppakee. Daar gaan we dan bij de meubelwinkel. Want we willen natuurlijk een mooie tafel. En ik wil eigenlijk deze even hebben. Volgens mij hebben we die niet meer in deze chest liggen. Niet dat ik weet. Nope. Oké, maakt niet uit. Maakt niet uit. Ik jat hem gewoon even hier. Zo, hoppakee. Kijk eens aan. En dan hebben we een tafeltje. Ik hoef er trouwens maar één. Ik hoef er maar één. Zo, hoppakee. Weet je, de pro-speler die maakt alweer nieuwe tafels. Volgens mij zijn die tafels echt heel makkelijk te maken. Gewoon met wat hout en dan heb je weer zo'n tafel. Ik weet alleen even niet de recipe uit mijn hoofd. Zo, gaan we naar achter en weer terug naar ons huisje toe. Ik vind het oprecht wel een goede inrichting tot nu toe. Het is natuurlijk best wel een klein huisje. Dus hoe ik het nu heb ingericht, ben ik best wel tevreden mee. Zo, hoppakee. En dan parkeren we hier de auto. En, oh, dan moet ik wel de auto even uitzetten voordat die dadelijk helemaal leeg is. Kijk eens aan. En dan zetten we hier de tafel. Hoppakee. En dan hebben we de stoelen natuurlijk. Die hebben we wel. Zetten we hier een stoel en hier een stoel. Gewoon voor twee mensen. Die kunnen hier lekker eten. Jazeker. Oké, nou dan vind ik eigenlijk wel de woonkamer aardig geslaagd. Al zeg ik het zelf natuurlijk. Dan kunnen er misschien nog wat schilderijen komen. Er kan misschien nog iets dat op de tafel kan. Oh, we hebben natuurlijk ook nog deze berging. Even kijken. Kan ik hier nog iets leuks doen? Ik ga hier nog wat yellow carpet zo doen. Hoppakee. En we gaan
gaan deze torch ook even wegdoen. En dan kunnen we ook door een lantern zo mooi vervangen. Jazeker. Misschien kan ik hier nog... Heb ik hier nog iets leuks wat ik hier kan doen? Niet echt, hè? Nee, niet echt. Oké, nou, dan gaan we naar boven naar mijn slaapkamer toe. We hebben hier natuurlijk al de twee gele bedden. En we hebben hier boven natuurlijk ook nog best wel een grote ruimte eigenlijk. Wat ga ik hier doen? Wat ga ik hier doen? Ik denk dat ik hierboven een soort van... vind ik moeilijk. Ik wil natuurlijk wel een mooiere inrichting dan Giel, maar het wordt wel lastig. Ik zie je trouwens... Oh, nou, ik heb natuurlijk ook nog een balkon natuurlijk. Daar kunnen we ook nog wel wat dingen mee. Ik had trouwens... Ik heb ook nog wat dingen volgens mij in de chest laten liggen. Wat misschien nog wel nice voor het balkon. Weet je, ik ga hier gewoon op het balkon ga ik gewoon... Oh, dat kan natuurlijk niet. Ah, dat kan niet. Dat kan niet, want dit zijn slabs. Hier kan je gewoon niks op zetten. Kijk, dat gaat de pro ook niet kunnen. Oh, dat is wel echt heel erg jammer. Kan ik hier wel gewoon een normale stoel opzetten? Of gaat hij nou ook raar zweven? Oké, nou, dan gaan we gewoon met het balkon niks doen. Ik had trouwens nog dingen als een barbecue. Dat is trouwens wel echt nice. Ja, de barbecues. Maar die heb ik volgens mij op dit moment ook niet meer in het geel. Ik heb wel een paarse barbecue, maar niet in het geel. Ik zit veel te veel te denken aan verkopen. Oké, waar? We hebben hier bedden. Hoppakee. Dan ga ik hier gewoon even die bedden zo mooi plaatsen. Kijk eens aan. Dan staan ze hier wat meer in het midden. Dan gaan we hier in de hoek, in plaats van wat we net hadden, gaan we de bank, nog een extra bank doen. Kijk eens aan. Ik ga gewoon één bank doen, denk ik. Een stoel is het dan eigenlijk. En even zo'n ding daarnaast. Kijk, hoppakee. En dan doen we daar ook zo'n mooie lantern op. Kijk eens. En dan kan deze torch ook weer weg. Doe je ook nog een extra lantern? Of is dat lelijk? Dat vind ik lelijk. Ik ga het weer zoals mijn echte huis doen. In mijn echte huis heb ik hier in principe ook zo'n soort van, zeg maar, tafeltje met een lampje erop. Kijk. En dan doen we zo. Hoppakee. En zo. Hoppakee. Dat vind ik wel nice. Alleen wordt dit dan een beetje dubbel op. Dus die halen we dan weg. Wat ik hier ga doen, dat weet ik nog niet helaas. Misschien ga ik dit gewoon... Kan ik dit gewoon zo... Is dat een beetje oké? Zo misschien. En dan zo. Is dat oké? Ziet er wel grappig uit. En hier kunnen we nog wat zo van die dingen plaatsen. Hoppakee. En dan ziet het er alweer wat leuker uit. Ik heb echt schilderijen nodig. Dan kan ik het een beetje opvullen. Oké, wat we hier gaan doen. We gaan hier een... wat gaan we hier nog meer doen? Ik wil hier een nachtkastje eigenlijk. Maar dit is een kitchen drawers. Heb ik die nachtkastjes? Oh, ik ga nog even terug naar de meubelwinkel. Ik ga meer spullen stelen daar. Ik heb het gewoon nodig, dames en heren. Ik heb veel te weinig in mijn inventory. Of heb ik hier in die chest mogelijk dingen laten liggen? Mij niet. Wat ik wel even ga doen trouwens. Dat is wel even nice. Ik ga wat meer chesten maken. En ik ga die ovens even meenemen. Want ovens zijn toch wel belangrijk. En dat kan ik eigenlijk perfect hier plaatsen. Gewoon die lelijke dingen. Kijk, ik vind ovens namelijk echt heel erg lelijk. Dus die kan gewoon perfect zo hier. Hoppakee. En dan doen we hier ook nog zo'n oventje. Is dat oké? Nee, dat is echt heel lelijk hier die oven. Nou, in principe is 4 ovens genoeg toch? Ja, ik vind van wel. En dan kunnen we kijken. Kunnen we hier gewoon... Zo, de allemaal ovens dingen erin doen. Kijk eens aan. En dan doen we hier ook even wat in. En dan hebben we hier een soort van de ovenkelder. En dan hier beneden hebben we natuurlijk de geheime kamer waar we de dingen mee doen. Ik moet wel de geheime kamer natuurlijk sluiten. Anders vindt iemand die waarschijnlijk. En dat is niet de bedoeling. Zeg maar, Giel weet er al van. Maar de noob die mag het nog even niet weten. Want anders kan hij dadelijk wapens maken. En de noob wapens laten maken lijkt me niet zo slim. Oké, dan pakken we nog even één keer de auto. En dan gaan we even kijken of we nog wat dingen kunnen vinden. Voor op de slaapkamer eigenlijk vooral. Zo, hoppakee. Oké, daar gaan we dan richting de meubelwinkel. Hoppakee, en hier rechtsaf. En ik ga niet helemaal parkeren, want daar heb ik geen zin in. Zo, hoppakee, het is mijn winkel. Ik bepaal zelf wat ik doe. Even kijken, hierboven. Hebben we hier nog iets wat ik kan gebruiken? Kijk, je hebt hier bijvoorbeeld zo'n cooler. Dat is wel cool op zich. Voor de verdere rest staat hier niet echt iets. Ik weet dat je van die nachtkastjes hebt. Maar die hebben we gewoon niet in huis. Of zijn dat dit... Ja, dit zijn een soort... Dit kan ik op zich wel... Ik ga er hier wel een van stelen. Ik ga deze stelen. Zo, die kan ik misschien naast mijn bed zetten. En dit is op zich wel een beetje geelachtig. Dus die kan ik misschien ook wel gebruiken voor in de tuin. Is dat geel? Waar is hier mijn inventory? Ik heb hier die crate en... Oh, ik heb hem hier. Oh, dat ziet er raar uit. Wacht, hè? Waarom is hij nou... Hè? Hij is van kleur veranderd. Oké, maakt niet uit. En deze wil ik ook even hebben. Sorry, maar ik denk dat de pro weer allemaal nieuwe maakt. En deze wil ik ook even hebben. Dan neem ik een barbecue. Hoppakee, let's go! Oké, dan gaan we terug naar mijn huis. Want ik moet natuurlijk gewoon beter hebben dan Giel. En ja. Het is jammer dat ze niet geel zijn, maar dat maakt niet even niet uit, toch? Oké, dan gaan we weer terug naar de
Nu naar de parkeerplaats. Hoppakee. Naar mijn garage bedoel ik. Oh, ik crash bijna mijn auto hier. Nou, Giel, je hebt een nice auto geparkeerd, zie ik nu. Hoppakee. Zo, ik ga mijn auto wel mooi parkeren. En de motor uit natuurlijk. Hoppakee. Ik heb trouwens ook nog die kiezeltjes, besef ik me nu. Kijk, deze. En die kan ik misschien wel nice buiten zetten. Kijk, nou, een mooi paadje. Zo, hoppakee. Hoppakee. Wat heeft Giel hier eigenlijk gedaan? Giel heeft... Oké. Nou, dat is ook wel leuk. Ja, ik vind het echt heel lelijk, dit paars met dat. Maar daarom doe ik het niet. Kijk, ik kan nu ook dat geel doen, maar ik ga dat gewoon niet doen. Want ik vind dat echt zo lelijk. Oké, nou laten we dan even nu naar de slaapkamer toe gaan. Hoppakee, dat is hierboven. En dan hebben we natuurlijk even wat dingetjes. Ik ga deze crate, die ga ik gewoon naast mijn bed zetten. Kijk, hoppakee. En die kan je ook echt op slot doen. Kan er niemand anders erin kijken, behalve ik? Dat zou wel heel nice zijn. Eens even kijken. En hiernaast kan ik nog even... Gaan we nog even zo. Zo, en dan... Ik ga hier gewoon een soort van design van maken. Kijk deze design, dames en heren. Dit is toch echt een prachtig design. Wow, it's wonderful. Even kijken, deze halen we wel weg. En dit ook zo. Kijk dan. Oh, prachtig. Met dat beetje groen erbij. Echte designer. Echte designer. Nou, hebben we hier nog natuurlijk het balkon. Hier, dit vind ik eigenlijk een prima balkonnetje. Maar we gaan dit even fixen hier. Deze hier zo. Want ik wil hier eigenlijk gewoon mijn trampoline. Maar ik wil geen zwevende trampoline. Hoe gaan we dit goed fixen? Eens even kijken. Eens even denken vooral. Ik ga dit gewoon... Ik ga er gewoon één blokje hoger maken, denk ik. Ja, ik weet het ook even anders niet. Ik wil hier zo graag mijn dingen neerzetten namelijk. Mijn barbecue en zo. Heb ik nog die blokken? Of heeft Giel die allemaal? Want Giel die had natuurlijk al die blokken. Ik heb hier wel wat andesite. Maar dat gaat nooit genoeg zijn. Eens even kijken wat ik ook misschien kan doen. En dat is misschien wel een beetje lelijk. Maar dat is beter dan niks. Is als ik dit zo kapot maak. Kijk eens aan. En dit ook. Zo. En ik doe dan even zo. Dan kan ik daar bovenop bijvoorbeeld de koeler zetten. En dan de barbecue. Hoppakee. Dan heb je hier een soort van... Ja... Een hoger opje, als het ware. En daar kunnen we dan eten maken. Kijk, daar kan je ook volgens mij echt daadwerkelijk eten op leggen. Dus dan gaan we hier even naar beneden. En dan pakken we hier eens even wat eten. We hebben hier bijvoorbeeld deze steekjes. Hoppakee. En als we dan naar boven gaan, dan kunnen we die steekjes ook echt op de barbecue leggen. Kijk maar eens aan. Zo. Zo, omdat die cooked is, kan dat waarschijnlijk niet. Ik moet waarschijnlijk uncooked hebben, dus gewoon raw, zeg maar. Dan kan het waarschijnlijk wel, maar je kan oprecht vlees opleggen. Dat zweer ik, dat weet ik. Oké, nou hebben we natuurlijk nog alleen deze geweldige trampolines. Maar waar gaan we die trampoline doen? Gaan we die gewoon hier zo... Kan ik dat hier zo doen? Gaan we hier gewoon een klein trampolinetje doen? Zo, hoppakee. Dit is toch de trampoline? Ja, dit is een trampoline. Dit is wel echt een hele jammere trampoline. Maar we hebben nu ook een trampoline. Helaas niet in het geel. Maar, dames en heren, ik vind de inrichting van mijn huis wel eigenlijk klaar. Ik vind het heel erg nice. Ik word er heel erg blij van. We hebben nu een mooie bank. We hebben hier een eethoek. We hebben dit en dat. Ja, het is echt super nice. En ik vind ook dat boven hebben we op een creatieve manier opgelost. En we hebben natuurlijk ook die ovens mooi weggewerkt. Want ovens zijn niet heel mooi. Maar die hebben we hier in deze kamer gedaan. Ik ga denk ik die lantaarn wel nog eentje zo doen. Hoppakee, dan is het helemaal perfect. En dan ben ik eigenlijk best wel tevreden. Wil je nou zien hoe Giel zijn huis inricht? Klik dan snel op deze video. En bepaal even in de reacties hier beneden wie de mooiste huis heeft. Giel of ik? Zeg het even in de reacties hier beneden. Zijn de meeste Giel comments? Dan krijgt Giel van mij 2 diamonds. Zijn er meer Mick comments? Dan krijg ik 2 diamonds. Dus hey, laat het weten wie zijn huis het mooiste heeft ingericht. Als je dus Giel zijn inrichting wilt zien, klik dan snel op deze video. En dan zeg ik Mick out.